vlot verloopt. Goed, wie zijn we? We staan voor een hele groep docenten van UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek. In eerste instantie Katja Bongaert, Caroline Vlaaien en ikzelf, Veerle Tulleneers, vanuit lerarenopleiding secundair onderwijs. Maar straks nemen onze collega's van orthopedagogie, Evi, Inge, Hanne en Stijn ook het woord. Dus een heel team dat vandaag jullie te woord zal staan. Wat gaan we vandaag doen? De uitnodiging was duidelijk, denk ik. We gingen jullie of gaan jullie sowieso inspireren omtrent dat nieuwe leerplan. Een heleboel materialen tonen waar jullie volgens ons direct mee aan de slag kunnen. Maar vooraleer we dat doen, vinden we het toch belangrijk om heel even de tijd te nemen om terug even naar dat leerplan te gaan. En we willen graag een aantal voor ons belangrijke inzichten met jullie delen. We zijn lang bezig geweest met de analyse van dat leerplan en voor ons springen er een aantal elementen uit. Daarnaast gaan we met jullie ook eventjes kijken naar de resultaten van onze bevragingen in het werkveld. Misschien hebben jullie van ons al enquêtes ingevuld. Het is denk ik interessant om te kijken wat collega's gedaan hebben. Goed, ik kan ook eventjes vragen om camera's, micro's uit te schakelen doorheen de sessie. Dat werkt voor ons iets makkelijker. Goed, eventjes naar dat leerplan kijken dus. Als we dat leerplan grondig geanalyseerd hebben, komen daar voor ons een aantal heel belangrijke elementen uit. Een eerste belangrijk element, en jullie gaan dat sowieso beamen, is het feit dat dat vak nog wel wat, meesterschap vereist. Hè. De overheid is heel, of Vlaanderen is daarin heel open in geweest, heeft heel veel vrijheid gelaten, wat maakt dat er ook wel wat professionaliteit wordt verwacht in de drie competenties, in de drie vakgebieden, zowel de economische, de sociale als de maatschappelijke vorming. Die leerinhouden zijn inderdaad belangrijk en nog belangrijker misschien is dat ze goed moeten verbonden worden aan elkaar. En dat maakt, dat hebben jullie vast ook gemerkt, dat er ook wel een goede vakgroepwerking nodig is, dat er een goed jaarplan moet zijn, dat er tijd en ruimte is voor overleg. Daarnaast heeft de overheid het ons ook niet zo gemakkelijk gemaakt door zowel inhoudelijke als transversale doelen samen te brengen. Opnieuw zoeken naar verbinding lijkt ons het kernwoord van dat leerplan te zijn. En dan komen er nog die doelen basisgeletterdheid, die jullie ongetwijfeld al hebben gezien en met stip hebben genoteerd, want die hebben toch een bijzonder statuut en vragen vooral ook in de evaluatie ook een bijzondere behandeling. Dus ook dat is toch wel wat ons betreft een uitdaging in dat leerplan om daar zeker en vast genoeg focus op te leggen. Komt dan er ook nog eens een keer bij dat van de 58 leerplandoelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan, er niet minder dan 22 worden vastgehangen aan mens en samenleving. Dat betekent dat mens en samenleving een echte voortrekkersrol speelt ook in het realiseren van dat gemeenschappelijke funderende leerplan. En dat is ook iets wat zeker belangrijk is om mee te nemen als je met dat vak bezig bent natuurlijk. Hè. Goed, en dan belangrijk voor elk leerplan uiteraard, het juiste beheersingsniveau vinden. We werken binnen mens en samenleving op 4 beheersingsniveaus. Nu het feit dat nog niet zo heel lang geleden Bloom wat losgekoppeld is geweest, maakt het misschien niet zo gemakkelijk om dat altijd juist in te schatten. Dus ook dat is zeker een belangrijk aandachtspunt. Het leerplan vermeldt heel uitdrukkelijk de link met het vak godsdienst. De levensbeschouwelijke achtergrond of connectie moet dus ook zeker en vast goed bewaard worden. En dan zo'n beetje hetgeen dat we er zelf aan toegevoegd hebben, misschien ook wel als een soort wishful thinking, is dat we dat vak echt zien als een vak waar co-teaching of het samen lesgeven wel een plek zou kunnen krijgen. Straks in de bevindingen wat betreft de enquêtes daarover iets meer. Nu, als jullie graag iets meer willen lezen nog over die analyse die we maakten, dan verwijzen we jullie heel graag naar de website waar we trouwens straks ook nog even op terugkomen. Daar staat een uitgebreide analyse van dat leerplan met nog veel meer tekst en uitleg. Dus daar kan je nog veel meer lezen. Goed, dan geef ik heel graag het woord aan Caroline om het met jullie eventjes te hebben over de interessantste inzichten die we haalden uit onze enquêtes en bevragingen.
Oké, dankjewel Veerle. Het eerste deel wat Veerle net gepresenteerd heeft, is eigenlijk uit het onderzoek dat we gedaan hebben van het leerplan. We hebben een specifieke tool gebruikt om zowel de eindtermen, waar dat eigenlijk alles mee start, te onderzoeken, die te koppelen met het leerplan. En daar zijn we toch wel een aantal maanden mee bezig geweest. Op een gegeven moment was het dan voor ons belangrijk om die bevindingen die wij als docentengroep hadden, te gaan afchecken met het werkveld, met jullie, hoe dat jullie daar in praktijk mee aan de slag zijn gegaan. En daarom hebben we een aantal bevragingen, enquêtes gedaan. We zijn ook wel met een aantal leerkrachten effectief in gesprek gegaan. Dus we hebben zowel bevragingen uit enquêtes, maar ook uit een aantal persoonlijke gesprekken die we gevoerd hebben. Goed. Wanneer dat we dan gaan kijken naar die vaststellingen in het werkveld, dan gaan we naar het eerste jaar terug, dus dat was vorig schooljaar, hebben we twee enquêtes gedaan. Eentje in het najaar van 2019, toen er van corona nog geen sprake was, maar wanneer op dat moment ja, jullie aan de slag zijn gegaan met dat nieuwe leerplan. En dan een tweede enquête in het voorjaar van 2020 en op dat moment ja, waren we in lockdown. Zelfs. Ja, weten we wat dat die lockdown onze bevraging zeker ook wel wat beïnvloed heeft. Toch kunnen we zeggen dat de bevindingen die we in de eerste en de tweede enquête gedaan hebben en straks die jullie ook gaan merken in de derde enquête dit jaar, dat die toch wel in dezelfde lijn lagen. Ik ga die niet tot in detail bespreken met jullie, maar we hebben een aantal belangrijke bevindingen daar kunnen uithalen op vlak van co-teaching, op vlak van basisgeletterdheid, de doelstellingen, de integratie zowel met het funderend leerplan als het leerplan ICT en ook alles wat dat met evaluatie te maken heeft. Ik loop daar met jullie heel eventjes doorheen. Wat merkten we? In eerste instantie, als we de vraag gesteld hebben, wordt er aan co-teaching gedaan? Dan was er maar een minderheid van scholen die eerst aangaf van ja, we doen aan co-teaching, 5% en 95% deed dat niet. Wat we wel merkten, was dat in heel veel scholen, ondanks het feit dat er geen co-teaching gedaan is, toch wel regelmatig vakoverleg was tussen alle leerkrachten die met een samenleving gaven om wat te bespreken met elkaar, maar co-teaching op de werkvloer was wat minder aan de orde. We zijn eigenlijk dan nu ook wel benieuwd wat dat gaat geven als we mensen samenleving doortrekken naar de tweede graad, wanneer dat we in katholiek onderwijs naar het vak mee afkomen, hoe dat het daar gaat zitten met co-teaching, of dat daar wel gaat, aangezien daar de doelstellingen toch nog diepgaander zijn en eigenlijk toch nog meer expertise gevraagd wordt. Dus we zijn ook benieuwd om die opvolging in de gaten te houden. Goed, wat merkten we ook nog? Dat is één dia te ver. Mijn besturing loopt heel moeilijk. Veerle, ik ga even stoppen. Ik kan jij ze even overnemen, want ik heb wat moeite om de dia's. Dus ik denk dat jij ze ook kan besturen, dat dat iets makkelijker gaat. Ja. Dus wat komen we op die basisgeletterdheid? Dan merkten we dat een kleine meerderheid op dat moment zei van ja, we houden rekening met de basisgeletterdheid. Maar dat er ook op dat moment zeker nog 38% waren nee. En 6 die zelfs ons totaal geen antwoord gaven. We vonden dat op dat moment heel belangrijk en vandaag de dag nog altijd. Omdat er toch wel een duidelijke link is tussen ja, weten welke doelstellingen basisgeletterdheid zijn en niet, en de evaluatie die daaraan vasthangt, omdat je toch op een andere manier gaat evalueren. Ieder kind zou, of iedere leerling zou aan die basisgeletterdheid moeten voldoen. Dus dat was wel een opmerkelijke gegeven dat we eruit gehaald hebben.
Wat merken we dan? Als we dan gaan kijken welke doelstellingen zijn bereikt na jaar 1, terug opnieuw rekening houdende met die corona die er waren, dat er een aantal doelstellingen waren die door alle leerkrachten werden aangeduid van ja, die hebben we bereikt en die zijn goed bereikt. Dus daar scoorde, gaven meer dan 80% van de respondenten aan dat die gelukt waren. En dat waren vooral de doelstellingen die we konden koppelen aan het leerplanonderdeel ik als persoon. Het eerste luikje eigenlijk van dat leerplan. Wanneer dat we verder gingen, wat merkten we dan daar? Dat er toch ook wel heel wat doelstellingen waren waar dat de nee-score behoorlijk groot was. En dat daar een aantal echt wel uitschieters waren, namelijk doelstelling 27 en 29. Dus conclusie, dat waren vooral de doelstellingen, ik en mijn relatie met de samenleving, die in dat eerste jaar een probleem waren. Ook hier kunnen we misschien wel de koppeling met corona maken. Dat we waren op het einde van het schooljaar, waardoor het allemaal wat moeilijker meeliep. Maar dat viel toch op dat dat in alle scholen op die manier was. En dan zijn we ook gaan kijken naar die doelstelling in verband met basisgeletterdheid. Die aantallen die ertussen zitten, 10, 11 en 20, 21, zijn gekoppeld aan basisgeletterdheid. Dat 10 en 11 nog wat ça va waren, maar 20 en 21 vooral, dat die heel veel scholen aangaven, nee, die hebben we eigenlijk niet kunnen bereiken. En dat wel jammer is. En wanneer dat er ooit keuzes moeten gemaakt worden, dat dan zeker die doelstellingen eerst zouden moeten bereikt worden. Wat zijn we vervolgens nog gaan bekijken? Ja, dus we merkten dat ook in de vraag naar ondersteuning van scholen die we gehad hebben, was ja, timing is een moeilijke, zeker vorig jaar, maar andere jaren ook wel. En met het werken met de verschillende handboeken, sommige boekjes die wat meer tijd vroegen dan andere. Dus hier willen we echt wel de suggestie doen van zorg dat je zeker voldoende tijd hebt om die doelstelling op basisgeletterdheid te bereiken met je leerlingen. Uiteraard ze allemaal te bereiken, maar hier zeker extra rekening mee te houden. Dan zijn we gaan kijken naar die integratie met het gemeenschappelijk funderend leerplan en ook het leerplan ICT. En we gaan daar de twee bevragingen langs elkaar zetten. Bij de eerste bevraging zijn we vooral gaan kijken van die doelstelling van het gemeenschappelijk funderend leerplan die er dan nog overbleven, buiten wat dat Veerle daar straks gezegd heeft. Hoe zijn die toegekend? Is dat door de directie gedaan? Hebben jullie zelf keuzes moeten maken? En dergelijke meer. Daar waren in de eerste bevraging eigenlijk vooral frappant die 20% leerkrachten die aangeven, ja, we weten het eigenlijk niet. Soms doet de directie dat en 18%, maar de meerderheid ook niet. Of dat er ook doelstelling ICT moest bereikt worden. Een meerderheid, 60%, zeggen ja. Maar ook hier een aantal leerkrachten die eigenlijk aangaan van ja, we hebben eigenlijk geen flauw idee hoe dat zit. Wanneer dat we de tweede bevraging gedaan hebben, dus ongeveer april, mei, dan zagen we dat er wel wat evolutie in zat, vooral voor ICT. Dat die respondenten, ik weet het niet, daar wegvielen en dat er wel wat meer doelstellingen ICT bereikt werden, maar dat er toch ook nog altijd bij het gemeenschappelijk funderend leerplan heel wat leerkrachten aangaven van ja, we weten eigenlijk niet wat dat de visie is van scholen. Ondertussen weten we ook dat heel veel directies, heel veel coördinatoren gezegd hebben dat eerste jaar houden we ons vooral bezig met de met de doelstellingen binnen mens en samenleving, daar leggen we de focus op, omdat het nieuwe leerplannen zijn, nieuwe doelstellingen zijn, en dat dan in de toekomst, een tweede of het derde jaar van de implementatie van het leerplan, dan die koppeling met die twee leerplannen er wel zijn bijgekomen. Wat hebben we nog gemerkt, tenslotte? Dat zijn de vragen die we gesteld hebben rond evaluatie. En ook daar bleek toch wel wat verscheidenheid in, maar haast elke school werkte wel met permanente evaluatie en dus zonder een examensysteem. In die permanente evaluatie was er wel heel wat variatie met rubrics, met woorden, met cijfers en dergelijke meer. Op het einde van het jaar hebben we die vraag terug opnieuw gesteld en ook daar was toch wel frappant dat heel wat scholen 44% aangaven, bijna de helft aangaven van we moeten daar volgend jaar nog wel wat aan sleutelen, we moeten daar nog wel wat aanpassingen aan doen om dit beter te krijgen.
Dat was jaar 1 van de bevraging. Als we naar het tweede jaar gingen, dat was dan het najaar van 2020, dus in dit schooljaar, dan zijn er een aantal dingen die ons opvielen. Heel veel leerkrachten gaven aan, we hebben toch nog extra materiaal moeten ontwikkelen bovenop de handboeken, omdat we vinden dat er lacunes zijn, omdat we extra accenten willen leggen, omdat we vinden dat bepaalde stukken onvoldoende uitgewerkt zijn. We merkten ook dat die basisgeletterdheid nog niet voor iedereen de juiste focus had. Dat nog steeds een aantal mensen aangaan van, ja, ik weet eigenlijk niet welke doelstellingen dat er zijn. Of ik weet niet dat er bepaalde doelstellingen zijn waar ik anders moet mee overweg gaan. En dat we ook wel zien, als ze rekening houden met de basisgeletterdheid, dat ze die vooral via toetsen evolueren. En veel minder via dan een systeem van rubrics en dergelijke meer. Evaluatie komt terug dat het vooral permanent is en ja, zoals ik net zei, heel veel variatie tussen scholen. We zijn terug opnieuw gaan vragen naar de integratie van het funderend leerplan. Ook daar bleek dat het nog niet overal even duidelijk was, maar dat er wel een groei in is. En dat leerkrachten aangaan van ja, het begint wat meer op de voorgrond te komen in de school. Er is ondertussen meer een systeem om die doelstelling aan verschillende vakken te koppelen. Ook voor informatica zagen we diezelfde tendens, maar ook heel veel scholen gaven aan. We zijn echt nog zoekende en daar heb je dan ook een verschil tussen scholen die wel een uur ICT apart hebben of geen uur ICT apart hebben op dat vlak. Als zelfs we zijn gaan vragen naar de noden van de leerkrachten op dit moment, en dan kwamen die vooral naar boven op vlak van timing, hoe alles gezien krijgen in een jaar, hoe kunnen we afwisselen met werkvormen, hoe kunnen we het materiaal actueel houden buiten hetgene dat handboeken aanbieden, maar ook heel belangrijk, ja, hoe kunnen we gaan differentiëren, misschien vooral ook met die basisgeletterdheid, en hoe geven we feedback dat dat nog de pijnpunten waren. Maar dat was eigenlijk heel divers tussen verschillende scholen. Dat wil zeggen dat we met al die input rekening gehouden hebben. Co-teaching, basisletterij, doelstellingen, die integratie en zo verder. Om met onze studenten voor een stukje aan de slag te gaan. En ook voor onszelf. We hebben heel wat didactisch materiaal ontwikkeld. En we zijn vooral gaan kijken van ja, welke doelstellingen zijn blijkbaar wat moeilijker. Waar moeten we op inzetten? En dergelijke meer. Dus op die manier zijn we gaan kijken welk materiaal moeten we ontwikkelen. Wat dat een meerwaarde zou zijn voor het werkveld. Waar dat jullie hopelijk mee aan de slag gaan. Dat ga ik mijn collega Katja vooral laten vertellen in eerste instantie hoe dat we daartoe gekomen zijn. Oké, dank u wel. Carolien, nog eventjes een vraag die in de chat verscheen. Hoeveel mensen zijn er in totaal eigenlijk bevraagd? Ik denk dat jij daar iets meer zicht op hebt als ik. Ja, in de eerste enquête, dus die hebben we uitgestuurd, maar die is ook via de studenten gebeurd. Denk ik dat we rond de 60, 70 respondenten zaten. In de tweede was dat net iets minder, doordat we toen in corona zaten. Ik zoek ondertussen de juiste aantallen heel even op. Ja, het zijn er eigenlijk 72. Ja, voilà. Enquête, dan zijn we helemaal juist. Oké, Veerle, je hebt mij geen toegang gegeven. Ik zal nog eens opnieuw vragen. Zo. Goed. Wat ik met jullie ga doen, is eventjes kijken naar de website. Ja. Ja, die kan ik door. Ik denk dat jullie de website misschien kennen. Ze is net ook al aan bod gekomen. Naast het stuk van theorie, onderzoek, hebben we daar uiteraard ook gezorgd dat er wat concreet materiaal terug te vinden is. Dat kunnen jullie terugvinden achter de knop materiaal. Als jullie daarop klikken, dan gaan jullie terechtkomen op het linker venstertje dat jullie daar zien, waarin we eigenlijk een aantal rubrieken hebben gemaakt, waarin we ons materiaal hebben ondergebracht. De website is dankzij Kerem en Sebastiaan van Digital Solutions tot stand gekomen. Dus als jullie zeggen van ik ben op zoek naar bijvoorbeeld een spelvorm, dan kunnen jullie op die tegel spelvorm klikken en dan krijgen jullie eigenlijk het venster dat aan de rechterkant te zien is, waar dat jullie nog eens kunnen gaan filteren. Uiteraard qua graad is er op dit moment alleen materiaal voor de eerste graad gemaakt.
Maar dat vooral interessant zal zijn het filteren op de doelstellingen binnen mens en samenleving. Dus als jullie zeggen, ik ben op zoek naar een spel waarin ik leerplandoelstelling 5 of 7 of beide kan realiseren, dan kun je dat aanvinken en misschien is daar wel materiaal rond ontwikkeld. Ik haal een paar voorbeeldjes aan van het verhaal waar dat we ICT hebben proberen te integreren. Dit is puur ter illustratie. Er is heel wat meer materiaal. Ik heb hier gewoon 3 voorbeeldjes uitgehaald om eventjes duidelijk te maken wat daar terug te vinden is. Dat besturen lukt toch niet zo heel goed. Veerle, ik zou zeggen, neem jij even over, want ja, dat is te ver. Nu komt alles door wat ik net heb geklikt. Dus wat ik de studenten als opdracht had gegeven, was eigenlijk zorgen dat zij, mag nog een beetje terug, dat ze eigenlijk het leerplan, voilà, mens en samenleving proberen te integreren met het leerplan ICT. Dus daar een of andere vorm van verbinding tussen vinden. En het eerste voorbeeld dat ik er heb bijgehaald, is ook een van die doelstellingen die een beetje minder goed gerealiseerd zijn vorig jaar. Dus iemand die is gaan werken rond online reclame. Zij heeft bijvoorbeeld een hele Padlet uitgewerkt. Dat is een reeks van verschillende lessen, waarin wat de leidraad kan vormen van de lessenreeks en een aantal werkbundels. En het principe is eigenlijk dat de leerlingen gaan zelfstandig en delen samen gaan werken in die bundels, maar dat ze daarnaast ook eigenlijk een presentatie in PowerPoint gaan ontwerpen, waarin ze eigenlijk een soort van samenvatting maken van de leerstof voor hun. Dus op die manier wordt eigenlijk die doelstelling rond dat presenteren ook ineens verwezenlijkt. Er is zelfs een evaluatie voorzien, dus dat is een vrij uitgebreid bundeltje. Een ander voorbeeld is een gewaagd voorbeeld in die zin. Iemand heeft geprobeerd het computationeel denken uit het leerplan ICT te combineren met mens en samenleving. Het principe is vrij simpel. Er wordt eerst een aantal dingen aangereikt rond de risico's van lenen, het belang van sparen en zo verder, om dan uiteindelijk te komen tot eerst op papier, dus het unplugged verhaal, nadenken over stel ik wil weten hoeveel moet ik sparen per maand om een bepaald bedrag na x tijd te hebben. Dus eerst denken leerlingen daarover op papier na en naderhand maken ze een simpele toepassing binnen Scratch die dat eigenlijk dan met die variabelen voor hun gaat berekenen. En een ander voorbeeldje is iemand erin geslaagd om zelfs 5 ICT-doelen, dat mag de volgende, ja, te integreren. Daar gaan de leerlingen eigenlijk een klein onderzoekje voeren naar inkomsten, waardoor ze dus een aantal doelstellingen van mens en samenleving gaan realiseren. Maar zij moeten dus daarvoor ook online gaan samenwerken en een aantal ICT-tools bijvoorbeeld analyseren via Excel en zo verder samen gaan doornemen, waardoor ze eigenlijk die dingen ook gaan kunnen bereiken. En zo zijn er een heel aantal andere materialen waarin dus die 2 leerplannen proberen, waar we die hebben proberen te combineren. En nu geef ik het woord verder aan Veerle. Ik denk dat Caroline, jij hier nog iets verder over ging zeggen. Inderdaad. We hebben in het materiaal een verschil gemaakt tussen wat grotere projecten, wat speelse projecten en gewoon materiaal voor lesuren van 1 les binnen mens en samenleving. Dat zijn dus projecten die uitgewerkt zijn door studenten, maar daar willen we ook wel expliciet bij aangeven dat die een serieuze kwaliteitscheck gehad hebben door ons als docent en dat bij een aantal van die spelen die ook al effectief in praktijk zijn uitgetest en dat we met leerlingen en dat we dan nog bijgestuurd hebben. Het uittesten is in Spectrum College Lumme gebeurd in een aantal projectdagen. Een eerste project dat we daarbij hebben, Veerle, je mag naar de volgende dia gaan. En we gaan ook hier telkens koppelen aan een aantal doelstellingen. Dus die halen we er telkens uit. Op de website kunnen jullie ook perfect zien welke doelstellingen dat telkens gekoppeld zijn. Een eerste spel dat we ontwikkeld hebben is Budget Roulette. Dus dat hebben we een aantal jaar geleden in Lumme uitgetest. Dan bijgestuurd op basis van de input die studenten hadden. Wij die daarmee geobserveerd hebben. En dan een tweede update door een volgende lichting studenten, waardoor dat we nu wel kunnen zeggen
zeggen dat we heel tevreden zijn van het ontwikkelde materiaal. Budgetroulette gaat uiteraard over het budgetteren binnen het leerplan, hoe dat leerlingen daarmee aan de slag gaan, in een speelsere werkvorm die we hier hebben toegepast. Een ander spel waar dat we eerder wat speels werken, is Influence You, rond de peers, rond de beïnvloeding bij het consumeren, wat dat we ook een spelvorm van gemaakt hebben met onze studenten. Dus dat is een eerste luikje wat dat jullie kunnen terugvinden op de website in de tegel bij die spelen. Volgend ontwikkeld materiaal is wat dat we genoemd hebben op stap. En dat zijn stadswandelingen die we gecreëerd hebben. En bij die stadswandelingen hebben we terug opnieuw twee verschillende focussen gelegd. Een eerste stadswandeling die erop staat, die raden we aan om bij het begin van een schooljaar te doen als kennismaking met het vak Mens en Samenleving, waar dat ze van alle domeinen, je ziet dat hier, van alle domeinen wat leren proeven en eigenlijk op die manier een beetje aanvoelen van oké, hier gaan we het bij Mens en Samenleving dit jaar over hebben. Dat is het eerste stadspel. Dat is ontwikkeld op de stad Bree. Met de inhouden die daarbij horen. We hebben er wel voor gezorgd dat het soorten winkels dat in dat stadspel zaten, dat die eigenlijk in alle, niet de hele grote steden, maar de middelgrote steden, dat die wel terugkomen. Dus je kan het materiaal eigenlijk perfect aanpassen naar Mol, naar Neerpelt, en naar Pelt, moet ik zeggen, ondertussen. En zo verder zelfs naar andere kanten van Vlaanderen. Kan het wel. Je gaat wat andere winkels moeten integreren, maar de soorten vragen kan je zeker gebruiken. Een tweede stadspel dat we ontwikkeld hebben is het stadspel Genk. En daar zijn we veel dieper ingegaan op eigenlijk de sociale doelstellingen die in het leerplan staan. Kinderen maken bijvoorbeeld kennis met de overkophuizen, maken kennis met het jak, waar dat ze dan weten, ze passeren daar eens een keertje, moeten eens naar het stadhuis gaan om te vragen wat bijvoorbeeld de stad doet rond gezonde voeding of rond bewegen. Dus daar komen heel andere spelen of opdrachten aan bod. Ze moeten ook mensen aanspreken, wat dat ook in het leerplan zit. En dat sluit af bijvoorbeeld sociaal media gebruik met iets heel actueel nog. Al wandelend je smartphone gebruiken geeft chaos om dan ook te gaan kijken bij wandelaars in een stad. Wie is er allemaal op zijn smartphone bezig? En daar die doelstellingen rond mediagebruik aan te koppelen. Dus twee stadspelen, maar met stadswandelingen eigenlijk met een heel andere input. Je kan leerlingen gewoon met de bundel op straat sturen, maar het is ook mogelijk, en dat hebben onze studenten gedaan, om er ook via een app, een tablet, ze daarmee op weg te laten gaan en ze dan een aantal checkpoints te laten passeren eigenlijk. Dus dat is het materiaal dat jullie kunnen terugvinden bij de stadspelen. Goed, en dan ga ik jullie iets meer vertellen over een volgende focus waar we studenten mee aan de slag hebben laten gaan. En we hebben gemerkt in de enquêtes dat die laatste leerplandoelen zo wat moeilijker gerealiseerd werden. Het verbinding zoeken met de maatschappij, de studenten hebben we daar. En eigenlijk vooral geïnspireerd op de opdrachten uit het boek van uitgeverij Pelkmans, het boek dat heet Mens en Samenleving, om daar die opdrachten wat meer te ondersteunen. Mensen die dat boek gebruiken gaan die opdrachten zeker herkennen. Bijvoorbeeld een van de opdrachten rond leerplandoel 25, het verschil tussen profit en non-profit ondernemingen, is het maken van een labboek op papier. Studenten hebben dat dan vervangen of aangevuld met een Canva-toepassing, om terug dat ICT-gebeuren daarin te lassen. En dat is volledig uitgeschreven als een kant-en-klaar werkbundeltje voor leerlingen aan het einde van dat leerplandoel. Of bijvoorbeeld leerplandoel 27, waarbij het gaat over de overheid. Hier maak je gemeente great again. Leerlingen gaan brainstormen, zoeken naar een actie, een verbeteractie voor de gemeente. Gaan dan ook echt pitchen en daarna via een echt stembiljet en via een echt stemsysteem een keuze maken. Daar zit ook een digitale tool achter verwerkt. Dus het is eigenlijk ook een uitgebreide werkbundel die hoort bij een soort synthese opdracht op het einde van het hoofdstuk over de overheid. Hetzelfde verhaal hier.
Je hebt gemerkt dat in die laatste leerplandoelen die SDG's een voorname rol krijgen. Het is vaak een beetje ver van hun bedshow. We hebben aan studenten gevraagd om een memoryspel te maken met al die SDG's, gekoppeld dan aan eenvoudige, herkenbare acties, situaties. En op die manier kan je leerlingen ofwel die SDG's laten kennen, of je kunt er achteraf een soort synthesespel mee uitvoeren in de verwerkingsfase. Ten slotte, rond die maatschappelijke doelstellingen is er ook door studenten een volledige duurzame kookworkshop uitgewerkt. Dat was ook een van de suggesties van dat handboek, maar zonder al te veel tekst en uitleg. Hier krijg je op de website een volledig uitgeschreven werkbundel waar dat leerlingen eerst gaan uitzoeken wat is dat precies. Hè, duurzame voeding, dat aspect duurzaamheid. Ze krijgen dan een aantal QR-codes om naar duurzame recepten te gaan. Ze hebben ook een aantal kooktips die duurzaam zijn. En dat document gaat nog verder met op het einde zelfs, ja, wat doe je met de rest? Niet te veel afval creëren, recycleren enzovoort. Dus dat is ook een hele mooie afsluiter daar. Een volledige werkbundel die je kan inzetten in die laatste leerplandoelstellingen. Dus allemaal eigenlijk heel leuk, fijn, maar net iets anders materiaal om je doelen te halen. Ja, en dan komen we bij een vrij uitgebreid aanbod dat wij niet hebben verzonnen, gemaakt of uitgeprobeerd, maar dat beschikbaar is. Wij hebben aan studenten gevraagd om in het educatief centrum in Hasselt dan te gaan kijken naar al het spelmateriaal, alle didactische materialen die daar aanwezig zijn. En om die te koppelen dan met de leerplandoelen van mens en samenleving. Dat was een bijzonder interessante opdracht. We hebben dat heel mooi samen kunnen brengen in een groot schema. We hebben dat ook terug doorgestuurd naar de mensen van de organisatie daar. En Ilse Meermans is ook vandaag hier aanwezig om op eventuele vragen van jullie te antwoorden. Moesten jullie hier nog iets meer tekst en uitleg bij nodig hebben? Zij hebben kasten vol interessant materiaal dat misschien een beetje onbekend zou kunnen zijn. We willen heel graag jullie een blik laten werpen, of we gaan jullie een inkijk geven in wat er allemaal mogelijk is voor de verschillende leerplandoelen. Als jullie zo dadelijk zeggen, nu gaat ze wel heel snel door de presentatie, ja, dan moet ik jullie gelijk geven. Ik wil gewoon met de komende dia's aangeven dat er massaal veel interessant materiaal beschikbaar is. Niet enkel in Hasselt, op Vlaams-Brabant na heb ik begrepen, hebben alle provincies ook vanuit de insteek met kleur bekennen in het verleden heel wat mooi materiaal verzameld en is het ook ja, uitleenbaar natuurlijk. Maar ik neem jullie eventjes mee doorheen een heleboel leerplandoelen. Ze komen ongeveer allemaal aan bod. We beginnen bij leerplandoel 3 en 4 hier bijvoorbeeld. Ja, waar het al direct duidelijk is, bij leerplandoel 3, weet jullie, het GGGG-schema, jullie kennen het wel. Wel, dat kan je heel mooi koppelen aan die gevoels- en behoeftekaarten die bijvoorbeeld beschikbaar zijn. Of wanneer het gaat over leerplandoel 4, waar dat leerlingen die keuzes moeten leren herkennen. Wel, daar heb je een echt keuzespel. Dat leert eigenlijk leerlingen om hun keuzeproces te verbeteren. Dus gaat eigenlijk nog wel een stapje verder. Hè. Dat is een mooie idee daar, denken wij. Bij leerplandoel 5 gaat het over zelfvertrouwen bij leerlingen. Wel, het educatief centrum heeft daar koffer vol vertrouwen. En dat is een heel mooie bundeling van een heleboel materiaal om meer zicht te krijgen op hun mogelijkheden, zodat ze meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Dat is eigenlijk wel een fijn thema om net misschien iets anders aan te pakken. Wel, daar ligt dus materiaal. En misschien een beetje anders dan anders voor leerplandoel 6, de gezonde levensstijl. Waarom niet de focus is leggen op gehoor, op hoorhygiëne. Daar heb je een heel mooi spel voor beschikbaar. Ik ga met jullie verder. Bij leerplandoel 8 gaat het over mediagebruik. Heel wat materiaal voor eigenlijk, ja, om dat fake news gebeuren wat te counteren. Belang van betrouwbare bronnen in de edubox. Het mediawijs handelen komt daar eigenlijk aan bod. Maar dan eigenlijk met een heel mooie, ja, originele insteek. Caroline verwees daar straks al naar het JAK als een heel interessante instelling natuurlijk. En voor leerplandoel 9, waar moeten leerlingen terecht bij problemen? Wel, het JAK zelf heeft een spel waar dat leerlingen eigenlijk de weg leren kennen naar, hè, hoe geraken ze daar, en het aanbod ook van het JAK leren kennen. Dus ook misschien daar een mooie manier om leerplandoel 9 te realiseren.
10 is voor jullie denk ik een iets makkelijkere doelstelling om te halen. Hè? Dat budgetteren, de inkomsten, de uitgaven. Maar waarom niet ook hier werken met een spel? We hadden er zelf eentje ontwikkeld, hè? Onze budgetroulette. Maar ook in het educatief centrum zijn er een aantal spelen. Waaronder ook een spel van Wikifin dat je daarvoor kunt inzetten. En dan komen we bij zo die leerplandoelen 12 tot en met 19. Dat zijn zo wat de sociale doelen allemaal. Jullie herkennen ze wel. Waar dat we gaan inzetten op diversiteit, identiteit. En bijvoorbeeld voor leerplandoel 12 is er eigenlijk een heel mooie film beschikbaar in het educatief centrum. Waar dat leerlingen vanuit het zuiden naar onze regio komen. En eigenlijk verwonderd zijn over de manier waarop dat wij ons georganiseerd hebben. De manier waarop dat wij samenleven. En dat is eigenlijk een heel frisse blik op hoe anders zijn, ja, er maar van afhangt wie er kijkt. Hè. Een heleboel andere materialen zijn daar ook beschikbaar. Dat is echt oneindig bijna. Heel veel rond diversiteit, spellen rond identiteit, rond weerbaarheid ook. Heel veel rond de multiculturele samenleving. Als je daar leuke, nieuwe, originele insteken wilt, wel, de kasten staan er bij wijze van spreken vol van. Ook rond discriminatie heel wat materiaal aanwezig. En dan misschien ook echt wat interessant, want het wordt zo letterlijk benoemd in ons leerplan, hè, de vooroordelen, de stereotypering, hè, de vooroordelen koffer bijvoorbeeld, werkt helemaal op dat thema. Ook die fotomap onderaan die jullie zien staan, is een heel mooi didactisch instrument om die thema's bespreekbaar te maken. Of heel simpel, het spel helemaal bovenaan op het eerste gezicht kaartjes, hè, waaronder bijvoorbeeld, je moet 8 uur naast elkaar in een bus zitten. Naast wie ga je zitten? Waarom ga je naast die persoon wel dan niet zitten? Ook dat is eigenlijk heel mooi, fris materiaal, denken wij, om die thema's eens anders te benaderen misschien. Nu, leerplandoel 20, komen we weer terug in die economische leerplandoelen, waar het dan vooral gaat over verkooppraktijken en je daar toch nog al in dat educatief centrum wat materiaal vindt, gefocust op reclame. Boekje reclamewijs bovenaan, dat gaat dan puur over reclamevormen, maar daar komen die allernieuwste vormen ook in. Dus de influencers, de vloggers zie je daar verschijnen. Bij Bodytalk, ja, het hele belangrijke gebeuren van de gemaakte schoonheid, het Photoshop gebeuren, om dat op tafel te leggen of onderaan gewoon een spel of een dossier voor kritisch kijken naar wat er in die reclamewereld gebeurt. Leerplandoel 21 is het verantwoord consumeren. Daar is een heel leuk spel dat zo over het consuminderen handelt. De ecologische voetafdruk op tafel legt. En bij 23 komen we weer terug bij dat budgetgebeuren, maar dan voor het gezin, hè, met ook een aantal spelen die daarvoor beschikbaar zijn. Vind ik ook wel een hele toffe stukje waar jullie het moeten hebben over mensenrechten, kinderrechten. Dat is niet gemakkelijk. Vind ik persoonlijk, als je in die boekjes kijkt of als je dat leerplan erbij neemt, het spel dat daar bovenaan vermeld staat, geeft echt een mooie blik op wat zijn die rechten nu precies. Dus daar ontdekken leerlingen de rechten. En dan onderaan in Verwegistan krijg je het verhaal van het belang van het hebben van zulke rechten. Dus dat zijn ook twee mooie spelen die ook heel mooi combineerbaar zijn. Goed, dan komen ze op het einde van dat leerplan met een stukje overheid nog. Er is een heel leuk spel rond pleisters, pensioenen, dat eigenlijk gaat over onze sociale bescherming. Dat dan op een andere manier aan bod komt. De EduBox komt hier terug, het stukje democratie. Daar is heel mooi materiaal rond ontwikkeld, ook aanwezig in het educatief centrum. En helemaal onderaan herkennen jullie wellicht de spelbox van de kracht van je stem. Kun je ook allemaal natuurlijk zelf bestellen, maar is aanwezig in het centrum om uit te lenen. En daar ga je een gemeente, zeg maar, naspelen met leerlingen. Goed, en dan zijn er zo nog een heleboel leerplandoelstellingen die allemaal rond duurzaamheid gaan. Hè? 28, 29, met heel wat ecologische aspecten, het waterprobleem bijvoorbeeld, de fair trade situaties, de touwtjes. Wel, dat is heel leuk om het systeem denken, dat woord komt letterlijk terug in het leerplan, om het systeem denken goed vorm te geven. En dan tenslotte hier en ook op de volgende pagina nog expliciet wat materiaal rond die SDG's waar wij ook onze studenten hadden rond laten werken. Ik ben er heel snel doorgegaan, wellicht veel te snel. Maar de bedoeling is ook puur om jullie goesting te doen krijgen om daar eens een keer te gaan kijken. Of daar misschien niks geschikt is om jullie leren of jullie onderwijspraktijk wat aan te vullen. Dus het aanbod is er. Nogmaals, we hebben Ilse Meermans ook aanwezig hier vandaag. Als jullie daar straks nog een paar vraagjes over hebben, dan is zij heel blij om daar jullie antwoorden op te geven.
Goed, al het materiaal dat jullie hebben tot nu toe gezien, is allemaal beschikbaar op die website waar we daar straks naar verwezen. Dus we hopen dat jullie jullie wegvinden naar onze webomgeving en dat jullie eens een kijkje gaan nemen in hetgeen dat studenten daar en wij daar hebben gepost. Nu, we gaan er ook voor zorgen dat wij de linken leggen met hetgeen dat nu volgt. De komende 3 kwartier geven wij het woord aan onze collega's van het expertisecentrum Resilient People, die vooral op dat sociale verder inzetten en die ongetwijfeld voor jullie een aantal heel boeiende nieuwe werkvormen in petto hebben. Dus ik geef heel graag het woord nu, denk ik, aan Evi. Ja, dank u wel, Veerle. Voor deze boeiende uiteenzetting en het vele materiaal dat je al gepresenteerd hebt. Dus ik ben Evi en ik werk als onderzoeker binnen het expertisecentrum Resilient People. Als expertisecentrum bouwen wij aan een duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties in de samenleving. We doen vooral praktijkgericht onderzoek en bieden ook aan het werkveld, waaronder ook onderwijs, opleidingen en navormingen aan. Dus in ons aanbod zit heel wat materiaal en werkvormen die ook gebruikt kunnen worden om de leerplandoelstellingen van mens en samenleving op het sociale niveau, op het welzijnsniveau in te vullen. En het aanbod dat we vandaag, ik en mijn collega's aan jullie gaan presenteren, zit zowel in het kruispunt van het vergroten van de weerbaarheid van jongeren, veerkracht en wat als het misloopt, dingen rond conflicthantering. Het is vooral actiegericht, co-creatief en state-of-the-art dat ons aanbod typeert met een aantal ervaringsgerichte werkvormen waar we ook mee gaan starten met een interactief forumtheater dat Hanne en Inge aan jullie gaat presenteren. Het woord nemen. Inge, we wilden eerst gewoon kort uitleggen van waar gaat ons forumtheater naartoe. Misschien moeten we nu al die voorbeeldjes die we daar straks in petto hadden, kort weergeven. Ik weet niet, is... Dus met Resilient People zijn we bezig met zowel conflicthantering als het verbindende telkens neerzetten om die weerbaarheid te vergroten, zoals Evi al zei. En Inge en ik hebben geprobeerd om forumtheater voor de camera te doen met ons twee, maar dat kwam toch niet over zoals we dat normaal voor de klas of op een podium doen. Maar we gaan u wel kort doorheen de presentatie kleine proevertjes daarvan geven. Het forumtheater vertrekt eigenlijk telkens van de slechtst denkbare manier om met iets om te gaan. Dat wil zeggen dat we eigenlijk steeds de worst case scenario spelen en dat leerlingen eigenlijk letterlijk op wat er gespeeld wordt, dat zijn zo'n scènes van 3 minuten, gaan inspelen op wat kan hier beter. En eigenlijk werkt dat heel goed voor hun, omdat ze zo hun weerbaarheid wat vergroten, dat ze zichzelf niet direct in de spotlight moeten zetten en het over iemand anders kunnen hebben. En ze gaan het dan zowel over het non-verbale als het verbale hebben. En daar kunnen we echt heel hard in variëren. Dus van conflict situaties bespreken tot die verschillende sociale rollen die ook binnen het leerplan aan bod komen, kunnen daar hun plaats in hebben. Dus dat is een apart aanbod. Daarnaast hebben we ook voor de leerkrachten heel wat aanbod om beter om te gaan met jongeren die vaak in agressies schieten of die vaak in conflict situaties belanden, om er zo ook letterlijk goed op in te kunnen spelen. Goed. Collega's, mag ik even nemen jullie de presentatie over? Hoe willen jullie het liefste werken? Doe nog maar de presentatie even delen, dan zal ik ze zo overnemen. Er juist kwam de vraag van besturing aanvragen nog niet, maar nu heb ik ze. Oké. Je ziet dus de leerplandoelstellingen hier die wij eruit gepikt hebben, waar dat we van denken, van daar spelen we eigenlijk recht op in. En dat is ook waar dat wij van denken, daar kunnen we het secundair onderwijs zeker nog mee in versterken.
hoe doen we dat nu als het bijvoorbeeld gaat over de gedachten en gevoelens beschrijven in een moeilijke situatie? Dan kan dat Forum Theater daar bijvoorbeeld ook voor dienen, maar ook de pakketten die we zelfs nog gaan tonen. En eigenlijk gaan we dan stevast interactief aan de slag. Letterlijk zich fysiek mee in een situatie verplaatsen en daar dan over gaan brainstormen met elkaar en zo tot betere oplossingen komen. Ja, ik denk dat deze doelstelling, ik ga ze nu niet allemaal overlopen, dat die echt wel recht in onze expertise zitten. Zowel als het gaat over conflict, als dat het gaat over vooroordelen, stereotypering enzovoort. En dat we eigenlijk via het ervaren jongeren vanzelf tot die reflectie krijgen daarover. En dat is, denken wij, de manier om die doelstellingen te verwezenlijken. Ik zie hier wel mijn pijltje, maar ik kan niet verder klikken. Dus dat werkt niet. Je zult het toch terug zelf moeten... Nog ene terug. Het is nu een paar slides voorbij gesprongen. Mag nog ene terug. Ik zal even besturing stoppen, want blijkbaar heb ik al heel veel gedrukt, maar zien jullie het dan niet? Nog ene terug. En nog ene terug. En daar mocht je het filmpje afspelen. Ja. A Friend Like Me is een educatief pakket waar we met drie collega's aan hebben gewerkt, die zowel onder de onderzoeksgroep Resilient People te werk zijn gesteld, als binnen de opleiding orthopedagogie welzijn. En vooraleer wij jullie meer gaan uitleggen over wat wij binnen dit pakket doen, wil ik jullie heel graag een aantal vragen stellen. Jullie mogen zo meteen in de chat een cijfer van 1 tot 5 in de chat neerschrijven. 1 is heel weinig en 5 is heel veel. De eerste vraag. Hoeveel denk je dat het mentaal welbevinden van jullie leerlingen achteruit is gegaan in de coronatijden? Vraagteken. 1, heel weinig. 5, heel veel. Ik ga even kijken in de chat wat het algemeen ja, ik zie al heel wat cijfers binnenkomen en bijna alle cijfers zie ik inderdaad 5, 4, 3. Dus ik denk dat we het er allemaal globaal over eens zijn dat het welbevinden, ja, dat het daar zwaar mee gaat en dat corona daar nog een zware rol op heeft gespeeld. Weet dat in 2019 één op vijf van onze jongeren kampte met psychische problemen. En dat was voor deze corona-uitbraak. Dus wij zijn er zeker van dat die cijfers nog hoger liggen, terwijl 1 op 5 al gigantisch veel is. Hè, qua welbevinden, veerkracht, welzijn. Dat is gewoon nog eens gestegen. Ik denk, als we eerlijk zijn, kijken in onze eigen omgeving, hebben gevoeld wat we zelf hebben gevoeld, dat we wel kunnen zeggen, ja jongens, er is een stevige deuk in ons mentaal welbevinden. Ja. Dank u voor jullie interactie, dat is heel tof. Ik ga daarom gewoon nog een vraag stellen. In welke mate speelt mentale weerbaarheid een rol in de ontwikkeling naar de beste versie van jezelf of van uw leerlingen? Ja, heeft mentale weerbaarheid een rol in de ontwikkeling van uzelf? Opnieuw 1 heel weinig, 5 heel veel. Ja, heel fijn voor jullie interactie. Ik zie tot nu toe allemaal 5, 5, 5, 5. Ja, de cijfers blijven binnenkomen. 4, 5, 5. Ook hier denk ik dat we het er samen over eens zijn, en wat ik in de eerste lijn zo zie, dat onze mentale weerbaarheid, onze mentaal welbevinden, onze veerkracht een stevige impact heeft op onze ontwikkeling.
We zijn er net ook uitgekomen uit vraag 1, dat het niet zo goed is met het welbevinden op dit moment van onze leerlingen, misschien wel van het grotere gros mensen op dit moment. We hebben onder stevige druk gestaan. Een vraag die we ons dan kunnen stellen, dat welbevinden is belangrijk, dat staat onder druk. We hebben dat welbevinden nodig voor een ontwikkeling, de beste versie van onszelf. Een vraag aan jullie, daar hoeven jullie niet op te antwoorden, gewoon om eens na te denken. In welke mate zetten jullie in op school op dit thema rond welbevinden, rond veerkracht? Hoe hard zijn jullie daar op jullie school mee bezig? Want kunnen studenten veel input opnemen wanneer we ons niet goed voelen? Kunnen we dan nog heel veel informatie opnemen? Dat wil ik heel even in het midden laten liggen. Wij zien dat zelf bij onze studenten ook op de hogeschool. Wanneer ze kampen met psychische moeilijkheden, gaat dat leertraject soms wat moeizamer. Vandaar dat wij de noodzaak voelen om hier iets mee te doen. En vandaar dat A Friend Like Me er is gekomen. De volgende dia, graag. Ja, vooraleer ik verder ga met dieper in te gaan in dat lessenpakket, wat dat nu is, nog één vraag, omdat dat heel goed werkt. Hoeveel van onze communicatie is non-verbaal als jullie een cijfer geven van 0 tot 100? Hè? Dus non-verbaal. Hoeveel procent van onze communicatie is non-verbaal? Is non-verbaal. Ik zie 94, 80, 70, heel hoog, 90. Heel wat mensen zijn hier duidelijk van op de hoogte, 75. Ja, 85. Het straffe is inderdaad, wij zijn hier nu, mijn collega's en ik, al een hele tijd aan het spreken. Maar eigenlijk, de woorden die wij zeggen, is maar een heel in functie van onze non-verbale communicatie. Ja? Als we expliciet een cijfer opplakken, is onze non-verbale communicatie, er zijn verschillende studies die ongeveer hetzelfde zeggen, tussen de 80 en de 90 procent van onze communicatie is non-verbaal. Onze communicatie zorgt ervoor voor verbinding, dat we elkaar beter begrijpen. Deze non-verbale communicatie, dit is zo groot en toch zien we in het algemeen dat er vrij weinig op wordt ingezet. Ja, op rond ingezet. En dat is dus effectief waar wij met ons pakketje A Friend Like Me voor hebben gekozen om daarop in te spelen om de mentale weerbaarheid hoger te maken, te versterken. Ik zeg altijd tegen de studenten binnen orthopedagogie krijgen het vak lichaamstaal, lichaamshouding. Een voorbeeld wat ik hen altijd geef is, stel er komt nu iemand binnen, ik denk dat jullie dit ook allemaal herkennen, die persoon zegt niets, die stapt de ruimte binnen en ofwel denken we, oh, ofwel denken we, oef, binnen een paar seconden. De straf, die persoon gebruikt geen taal, geen gesproken taal, maar toch krijgen wij een indruk. En dat is de non-verbale taal. Misschien om het een beetje te tonen, Geertrui geeft al aan, mogen we je wat meer zien? Hè? Dan missen we niet zoveel van je non-verbale taal dat je al even stopt met delen. Ja. De PowerPoint stoppen met delen. Ja, dus waar was ik gebleven? Inderdaad, daar zijn we het unaniem dus ook over eens dat iemand kan binnenkomen, we zien die persoon en we denken ah of oef. En dat heeft te maken met dat non-verbaal. Een ander voorbeeld is, dat kennen jullie misschien bij jullie zelf ook, stel je staat bij een groep mensen of op een vergadering, je voelt jezelf niet zo goed in je vel of je zit er niet zo lekker in. En je wilt iets zeggen, maar het lukt je niet, want je merkt de hele tijd wanneer je iets zegt, word je onderbroken of begint iemand verder te praten.
Ook dat heeft met die houding te maken, met die non-verbale taal, met die non-verbale communicatie. De dame die jullie net zagen op de PowerPoint, dat was een vrouw die met een superpose aannam. Er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat wanneer wij een open houding aannemen, ons groter maken en niet ingedrukt, dat een positief effect heeft op wat we uitstralen naar de anderen en hoe we onszelf voelen. Ja? Wanneer we dat doen, krijgen we natuurlijk ook een ander soort interactie, reactie met die anderen. Gaan we meer in verbinding. En nu wouden we nog graag een voorbeeld komen. Dan wil ik jou eens iets vragen, Inge. Hoe gaat het? Goed. Het gaat goed met mij. Ja, ik zie heel duidelijk dat Inge hier niet echt te geloven is. Ik zie het gewoon verhalen. Zegt dat het niet goed met haar gaat en daar wil ik heel graag verder op in. Zo kreeg ik bijvoorbeeld overlaatst nog een herinnering te horen van een vriend van mij die aangaf van er kwam eens een keer een stagiair binnen bij ons in de klas en die deed de deur open en die piepte zo gebukt aan de deur en die vroeg, is het hier 2B4? En natuurlijk riep heel die klas, nee, 2B4, dat is niet hier. Moet je eens voorstellen hoe dat het was voor die stagiair om daarna samen met de mevrouw van het secretariaat terug aan diezelfde deur te moeten binnengaan. En eigenlijk geldt dat ook voor onze leerlingen. Niet alleen degene van het eerste middelbaar, maar dat geldt tot die van het zesde middelbaar. Elke dag trotseren zij de speelplaats, trotseren zij het station, worden ze gevraagd om een antwoord te geven, out of the blue, noem maar op. Worden ze in sociale interactie gedwongen, willen ze erbij horen. En als we dan weten dat 90% van die communicatie non-verbaal is, waarom zetten we daar dan nooit op in de les? Dat was eigenlijk ons uitgangspunt als wij dachten aan hoe willen we die mentale gezondheid van onze jongeren versterken. Dat was dat hetgeen waar wij van zeggen, daar moeten we op inzetten. Ja. Jongeren moeten zich bewust zijn van die non-verbale communicatie die ze hebben. Daarmee moeten we aan de slag, daarmee moeten ze kunnen oefenen. En we hebben gemerkt, mee door onze ervaring in het Forum Theater enzovoort, dat het doen erin ook ervoor zorgt dat je erover gaat reflecteren. En wanneer dat je gaat reflecteren, dan ben je aan het leren. Dat is eigenlijk het hele opzet. Dan mag je de presentatie terug eventjes delen. Dan kunnen we het lessenpakket wat duidelijk geven. Ja, ik zie hier nog zo het idee van de mondmaskers die er niet veel goeds aan doen. Absoluut. Ja. En dan zie je ook als leerkracht dat dat een heel groot euvel is in het klashouden. Hè? En ook dat jongeren elkaar nog niet meer te goed kennen of kunnen aanvoelen, maakt inderdaad ook dat mentaal welbevinden ook mede daardoor wat achteruit gaat, denken we. Maar goed, dat zal later onderzoek nog wel uitblijken. Ja, door die mondmaskers kunnen we elkaar veel minder lezen. Hè? Dus we hebben alleen dit stuk en raken we die verbinding een beetje kwijt. En dat gevoel van eenzaamheid begint te overheersen omdat we elkaar minder goed kunnen lezen in dat non-verbale, zeker hè, als we weten 90% is non-verbaal. We krijgen ook niet altijd alles via woorden uitgedrukt, dus vandaar de kracht van dat non-verbale. A friend like me. Je mag nog eens klikken, Veerle, een paar keer dat de tekst erbij komt te staan. Jullie zien hier hè, samen sterk eigenlijk, want wat is de bedoeling? We hebben een kortfilm gemaakt die vooral non-verbaal is. Hè, er wordt weinig in gesproken om in te spelen op de houding en de lichaamstaal. Om studenten echt focus te geven op die houding, op die lichaamstaal en het spiegelend effect daarvan op de anderen. Ja? Wanneer ik mijn houding sluit, een heel simpel voorbeeld, gaan mensen mij minder rap benaderen. Wanneer mijn mimiek streng is en ik mijn houding sluit, ga ik minder verbinding aangaan dan wanneer ik mijn houding open zet.
Dus dat zit daar heel erg in. De film is de rode draad. Daar hebben we voor gekozen omdat beeldmateriaal goed werkt bij jongeren. En aan die film hebben we 6 uitgewerkte lessen opgehangen. Met oefeningen waar ze echt gaan ervaren van... Goh, eerst zien ze dat in filmfragmentjes en andere filmpjes met ludieke situaties ook... Ze zien dat, ze herkennen dat, ze gaan zelf oefenen. Hoe kom ik over, of hoe sta ik erbij? En vervolgens doen wij daar nog reflectieve oefeningen rond om in de verdieping te gaan. Er zit een lesvoorbereiding bij voor de leerkrachten. En wat interessant is, uiteraard de eindtermen van mens en samenleving zitten volledig ingebakend in dat pakket. De volgende dia graag. Ja, wat we belangrijk vonden in die lessen om te doen, is eigenlijk het stukje lucht brengen. Dat is ook wat we met A Friend Like Me in het algemeen willen doen, want daar staan nog heel wat projecten op stapel. Vandaar ook dat we die zotte man kiezen met zijn helm, van maak je maar eens weerbaar, zet een meloen een helm op en het komt helemaal goed. Maar ook vooral om te zeggen van durf met je leerlingen die gekkigheid een keer aangaan van dat oefenen, van dat stevig staan, van die conflictsituaties te bespreken. Ook al zijn ze geonsceneerd, staat ook letterlijk in de leerplandoelstellingen van werk met simulatie enzovoort. Gewoon omdat dat goed werkt. En als we dan proeflesjes waren aan het geven in de eerste graad, en we vroegen aan hun, omdat we ook nog wat verder aan het ontwikkelen waren, van wat vind je nu de beste oefening? Dan kregen we heel vaak het antwoord... Alles, alles. En dat is nu niet om te stoeven, maar als we dan doorvroegen, wat is dat? Die in alles, wat betekent dat? Waarom geef je dat aan? Wat is er dan aan die in alles? Dan gaven ze heel duidelijk aan van, eigenlijk is het gewoon eens geen wiskunde, geen Nederlands, geen Frans, geen fysica of weet ik veel welk vak. Het is gewoon eens iets anders. En wij praten hier met elkaar in groep niet zo vaak over dingen die we samen doen. Dus daar haalden ze enorm veel energie en verbinding uit. En dan staan ze ook echt open voor dat leren en kan je ook echt dat veilig klimaat wel scheppen, waardoor het ook bij achteraf volgende conflicten of sluimerende dingen gemakkelijker wordt om het over dat mentaal welbevinden te hebben. Dus dat is echt wel onze insteek om een beetje te werken met die hoek af. Vandaar ook, die film is redelijk serieus. Daar voel je echt de spanning en dat non-verbale van de ene die meer ingetogen in het leven staat en de andere die heel extravert in dat leven staat. En hoe dat ze dan elkaar in ontmoeting eigenlijk kunnen positief beïnvloeden in 2 richtingen. En vandaar ook dat we telkens met dat spiegelend effect werken, wat ook echt heel automatisch gebeurt, maar waar dat ze zich bewust van moeten zijn. Als je heel stevig de klas inkomt en je zegt heel duidelijk van kom, zo en zo en zo, dan pakt ook iedereen die houding over en dan begint dat in de meeste gevallen ook zo te bollen. Hè? Een uitzondering niet in aangesproken. De volgende dia. Ja, nog even de link naar de verschillende leerplandoelstellingen. Ik pluk er nu bijvoorbeeld in uit, leerdoel 14. Leerlingen onderscheiden in verschillende situaties, verschillende sociale rollen en interacties. Hier spelen wij op in door leerlingen eerst situaties te laten zien dat het veilig voelt en waar ze kunnen herkennen welke sociale rol er wordt aangenomen om vervolgens naar zichzelf te gaan reflecteren en te gaan kijken van, goh, wat is mijn bijdrage hierin en welke houding neem ik meestal aan en hoe kom ik meestal over op de anderen? Wanneer we ons bewust worden van onze eigen lichaamstaal, ja, gaan we die van anderen ook beter kunnen lezen, kunnen detecteren en ontstaat er een betere wisselwerking, verbinding en zelfs meer empathie. Een ander leerplandoel bijvoorbeeld is... 19, hè. Leerlingen demonstreren in gestimuleerde situaties strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflictsituaties te komen. Hoe ze respectvol reageren bij bijvoorbeeld pestgedrag en uitsluiting. Er zitten in ons lessenpakket voorbeelden vanuit de jongeren zelf. Wij hebben sterk samengewerkt met onze studenten, hogeschool, om situaties mee in het pakket te steken.
die herkenbaar zijn voor de jongeren, om van daaruit ook te gaan kijken hoe kunnen we hiermee omgaan. Een situatie bijvoorbeeld aan het station waar een groep jongeren staat, iemand loopt voorbij en begint na te joelen. Daar gaan we dieper op in en we koppelen de houdingen eraan en de theorie, maar vooral vanuit het doen, vanuit de ervaring en de reflectie. Leerplan doel 4, leerlingen beoordelen of een keuze rationeel emotioneel zit. Ja, dat zit er ook zeer sterk in. We gaan ook specifiek in op de mimiek, op wat stralen we uit, wat brengen we naar buiten, hoe kunnen we leren dat die lichaamstaal wat meer onder controle te krijgen, wat bewuster daarvan te worden en op maat in te spelen binnen sociale rollen en interacties. Ten opzichte van je vrienden gedraagt je soms anders dan in sociale rollen. Ik kijk even naar de tijd. Ik ga graag over naar de laatste dia. Ja, Rode Neuzen werkte samen met de UCLL om dit pakket te ontwikkelen. Moesten jullie als school interesse hebben in dit pakket? De 12 eerste scholen krijgen een rode neuzenkorting als je inschrijft voor 6 juni. Ook die 12 eerste scholen krijgen de mogelijkheid tot een impactmeting rond het welbevinden van jullie leerlingen, dus voor en na het pakket. Daarna kunt u zeker ook nog inschrijven, maar dan... Ja, is het pakket wat duurder. Wat interessant is, is het pakket is ongelimiteerd in gebruik. Dus wanneer jullie het gebruiken, dat kan jaar na jaar herbruikt worden. En gaat pas in, Hanne, vanaf tweede semester volgend jaar. Is het pas bruikbaar. Maar de inschrijvingen voor de korting en de impactmeting is wel nu dus belangrijk om die korting eigenlijk te krijgen. Sommige scholen gaven ons de tip van het gaat toch over wat centen voor dit pakket. Sommige boeken dit bijvoorbeeld in op een studentenrekening. We hebben het pakket uitgetest. Eerst was het ontwikkeld voor de tweede en derde graad. Collega's zijn het gaan testen en onderzoeken ook bij de eerste graad. Daar werkt het ook heel goed. Dus het kan van graad 1 tot 3 gebruikt worden. Dus het kan ingeboekt op de rekening van de studenten. Sommigen brengen het bijvoorbeeld onder culturele uitstappen. En er bestaan blijkbaar ook coronapremies die hiervoor kunnen ingezet worden. Ik zie dat Ilse Meermans vraagt van zou het ook bij ons aangekocht worden om het uit te lenen, maar we gaan echt voor die doorontwikkeling. Dus de steun die je met die 1000 euro geeft, is alleen nog maar meer van deze educatieve materialen die we daarmee verder kunnen ontwikkelen. En deze keer met de steun van de Rode Neuzendag. Heel belangrijk, denk ik, voor jullie, is dat we daarnaast ook op maat nog altijd kunnen werken. Dus moest je interesse hebben om ermee aan de slag te gaan op een andere manier, kan je zeker ook contact met ons nemen. En het is de bedoeling dus via Rode Neuzen inschrijven, dat per Rode Neuzen school gebeurt. Zo sta je normaal ook bij de Rode Neuzen geregistreerd. Maar je kan het dan samen bekijken hoe dat je het verder gebruikt. Oké, dan geven wij graag bedankt voor jullie interesse en interactie, ook al was het maar minimaal. We zouden het graag nog eens in levende lijven doen, maar dan geven wij graag het woord aan Evie. Ja, dankjewel, Hanne. Generatie Veerkracht, dus veerkrachttraject, sluit eigenlijk ook volledig aan bij Friend Like Me, dat Hanne en Inge daarnet uitgebreid aan jullie toegelicht hebben. En dit traject wil jongeren eigenlijk op een innovatieve manier in groep leren omgaan met stress, eenzaamheid en verveling. Dus verveling en eenzaamheid, dat zien we uit onderzoek, maar ook uit ervaring in de praktijk, zijn dus ook veel sterker aanwezig dan voor de coronacrisis. Dus ook wat Inge aangaf, het is niet echt goed gesteld met het welbevinden van onze jongeren. Zo geeft de helft van de jongeren aan ook meer stress te ervaren
En geeft het werkveld te kennen dat jongeren die voor de uitbraak van corona het al moeilijk hadden, nu ook verder achterop dreigen te geraken ten aanzien van leeftijdsgenoten. Dus die niet of in minder kwetsbare situaties opgroeien. Dus het doel van dit aanbod, van dit traject Veerkracht, is eigenlijk veerkrachtversterkend te werken met jongeren. En zo sluit het aanbod eigenlijk ook aan bij het Vlaams actieplan, hè, voor mentaal welzijn van de Vlaamse regering. Dus wat houdt het traject aan zich eigenlijk in? Het, is, het traject omvat eigenlijk een combinatie van heel laagdrempelige methodieken, waardoor het ook breed toegankelijk is voor jongeren binnen de jeugdhulp, jeugdverenigingen, maar ook binnen de schoolcontext. Dus één traject, Veerkracht, telt eigenlijk 5 interactieve groepsessies die elkaar wekelijks opvolgen. En tijdens die sessies wordt eigenlijk op een heel ontspannen en creatieve manier de veerkracht van jongeren versterkt in groep. Door dus ook gebruik te maken van een combinatie van onderbouwde en innovatieve methodieken. Dus zo wordt eigenlijk het interactieve, het participatieve karakter gegarandeerd door werkvormen zoals digital storytelling, photo voice en relaxatietechnieken. Dus op de volgende slide zien jullie een portfolio dat gemaakt is door jongeren. Dus eigenlijk door met beelden te werken, dus ook weer het non-verbale, hè, dus ook weer aansluitend op A Friend Like Me, het non-verbale luik dat eigenlijk bewandeld wordt en dat voor jongeren een heel werkzaam en nuttige toegangspoort kan zijn om veerkracht en weerbaarheid te verhogen. In dit traject maken jongeren ook kennis met enkele relaxatietechnieken door oefeningen waar zij nadien ook zelfstandig mee aan de slag kunnen. Op de volgende slide heb ik het veerkrachtdiagram van Grotberg gepresenteerd of ingezet. En het zijn de categorieën ik heb, ik ben, ik kan, die eigenlijk als leidraad gebruikt worden in de verdere ontwikkeling van veerkracht. Dus eigenlijk het onderwijs, jullie als leerkracht kunnen jongeren en hun omgeving vragen stellen naar wat de jongeren al heeft, ik heb, wat de jongeren al is, ik ben, en wat de jongeren al kan, dus ik kan. En dan kan er gekeken worden naar wat er al aanwezig is, aan bijvoorbeeld hulpbronnen, en naar waar vooruitgang eigenlijk geboekt kan worden. Dus eigenlijk kan dit kader, overkoepelend kader, dat in ons traject veerkracht wordt gehanteerd, ook wel aangewend worden om die sociale leerplandoelstellingen, ik denk bijvoorbeeld aan leerplan doel 3, dus gebeurtenis, gevoelens, gedachten, gedrag en gevolg benoemen, om die in te vullen. Maar ook bijvoorbeeld leerplan doel 9, informatie en hulp in geval van persoonlijke problemen. Dus veerkrachttraject zet op die aspecten in en is ondertussen ook al als test opgezet in Genk in samenwerking met het Overkophuis. En daar zullen ook nog enkele trajecten worden opgezet in samenwerking met onder andere het CAW. Dus dat was heel kort het traject veerkracht in aansluiting van A Friend Like Me. Maar in ons aanbod zetten we ook niet enkel in op weerbaarheid en veerkrachtige relaties, maar hebben we ook een online aanbod als het ook misloopt. En dat laat ik Stijn graag aan jullie toelichten. Ja, merci Evie. Je zei het net al, hè, dus we hebben ook een website ontwikkeld voor situaties voor wanneer het spannend wordt. Dus conflicthelden.be heet die. Wat vind je op die website? Heel wat informatie, tips, adviezen, ook video's, getuigenissen van andere jongeren, linken naar professionele hulp, naar organisaties die met die thema's bezig zijn. En dat gaat over conflicten vrij breed. Hè. Dus dat kan gaan over een ruzie bijvoorbeeld ergens in een klas die er was, ergens op speelplaats, maar misschien ook thuis. Bijvoorbeeld ook een agressieincident als het gaat over cyberpesten, maar ook algemeen rond assertiviteit, rond het aangeven van grenzen, rond het vinden van veiligheid. Staan er heel wat thema's eigenlijk op die website die je kan gebruiken. Die kan worden gebruikt eigenlijk, die website, door zorgleerkrachten en leerlingbegeleiders, maar ook zeker in klascontext en dus ook zeker in lessen. Dus je kan aan de hand van die website jongeren bijvoorbeeld individuele opdrachtjes geven van ga daar nu eens naartoe en dan bijvoorbeeld in een klas reflectiemoment nadien het daarover uitwisselen. Het kan eigenlijk allemaal. Dus voor wie is het beschikbaar? Het is eigenlijk
die jongeren van tussen de 13 en 18 jaar, dat moet eigenlijk wel zijn voor jongeren eigenlijk vanaf de eerste graad tot de laatste graad. Maar ook voor professionals buiten een onderwijscontext kan het worden gebruikt, maar zeker en vast dus ook voor leerkrachten. Ik ga eventjes vragen om de presentatie te stoppen nu van de PowerPoint, om dan jullie ook zelf heel kort de website te tonen. En dat zou er nu normaal gezien moeten aankomen. Dus hier zien jullie de website zelf. En wat er allemaal mogelijk is, dat laat ik jullie graag zien in deze korte video. Zo, in een notendop eigenlijk, aan de hand van die introductievideo, dus een korte voorstelling van wat er allemaal mogelijk is. Je zijn hier drie hoofdbrokken eigenlijk op de website te vinden. Enerzijds ja, hulp zoeken met een aantal linken naar als jongeren het eigenlijk even niet meer zien zitten, als ze het moeilijk hebben, als ze nood hebben aan een luisterend oor, die vinden ze daar terug. Dan is er de steunruimte. Daar zijn een aantal getuigenissen en adviezen opgenomen rond een aantal thema's. En dan ook bij aanslag een heel aantal oefeningen, methodieken om ook met die thema's ja, verder aan de slag te gaan en daar rond te oefenen. Hier onderaan is er ook een pagina voor begeleiders, maar ook voor leerkrachten, professionals algemeen, waarin dat er ook een handleiding is terug te vinden met een aantal tips en hoe dat je met de website aan de slag kan gaan. In die steunruimte, daar wil ik jullie ook iets laten zien. Daar hebben we adviezen opgenomen, bijvoorbeeld rond cyberpesten, hè, rond dat leerplan doel 8 bijvoorbeeld, hè, risico's van digitaal mediagebruik. Kan je daar een aantal zaken gaan uithalen, ook bijvoorbeeld voor in een klasgesprek wat toe te lichten. Maar ook andere steunen, omgaan met assertiviteit of frustraties, conflicten algemeen, vind je daar een aantal adviezen terug. Dan ook in de steunruimte hebben we proberen te werken met een heel aantal getuigenissenvideo's die we samen met jongeren ook hebben opgenomen van een aantal leeftijden. Omdat het ook op die manier wat kan helpen, ook door het verhaal van anderen te horen, om ja, een gesprek aan vast te knopen. Dus bijvoorbeeld iets wat herkenbaar kan zijn of juist niet, maar dan ook in een gesprek met jongeren erover te hebben van: herken jij die situatie of hoe zou jij daarop reageren? Het zijn eigenlijk allemaal vrij korte video's die rond verschillende thema's erop ingaan. En die ook altijd wel eindigen met: toch tenminste hebben we geprobeerd een soort van positieve insteek ook, waarin dat er op het einde een jongere ook aangeeft van: bijvoorbeeld dit heeft mij geholpen, of ik als advies aan jouw andere jongeren zou ik bijvoorbeeld dit aanraden. Ik stel voor dat we eens een keer luisteren ook dan naar het verhaal van Ronald, zodat jullie toch ook een idee krijgen van, hebben van die video's en wat je daar kan vinden. Toen ik 8 jaar was, begon ik te beseffen dat ik anders was dan andere kinderen. Ik werd vaak gepest door mijn medeleerlingen, ook al zei ik het meerdere keren tegen mijn leerkrachten. Zij hebben hier nooit iets tegen gedaan. Het pesten is pas geminderd toen ik het ging melden bij de directeur. Destijds ging ik ook naar de scouts, maar daar werd ik ook buitengesloten. Ik heb het tegen mijn mama gezegd. Zij heeft het verteld tegen mijn leiders. Die leiders hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat het pesten volledig gestopt is. Mijn tip voor anderen is dus om je niet te laten doen en voor jezelf op te komen. En mensen in vertrouwen nemen die je kunnen helpen.
Dus één voorbeeld, verhaal van Ronald, maar zo zijn er een heel aantal andere verhalen ook terug te vinden op de website. Ik zou zeggen, ga er eens naartoe na afloop om eens te snuisteren tussen alle mogelijkheden en voorbeelden die je daar vindt. En dus ook, en als laatste dan, voor ik het woord terug doorgeef aan Evi, vind hier ook een aantal oefeningen op rond die thema's. Er zijn bijvoorbeeld een aantal plannen om leerlingen te doen laten nadenken over waar kan ik bij wie terecht als ik het moeilijk heb, maar ook wat doe ik als ik bijvoorbeeld zelf me heel gefrustreerd voel? Hoe gedraag ik mij dan? Hoe kunnen bijvoorbeeld anderen dat dan juist zien bij mij? Wat moeten ze dan juist niet doen om mij nog niet meer te enerveren of te stresseren? Of rond welke doelen wil ik bijvoorbeeld nog werken met die thema's? Maar daarnaast ook een aantal oefeningen in de training rond conflicthelden of voor conflicthelden. Met bijvoorbeeld rond grenzen aangeven. Hè. Herken je dat altijd wanneer een situatie wat uit de hand loopt of spannend wordt? Of hoe kan je dat dan herkennen? Maar ook een heel aantal andere thema's rond omgaan met emoties en gevoelens of een zelfzekere houding, assertiviteit, zijn daarin terug te vinden. Dus dat was in een heel korte notendop de website die ik jullie wou tonen. Ik ga nu mijn presentatie terug stoppen met delen. En dan mag de PowerPoint ook gewoon weer terug tevoorschijn komen. Dus op de volgende slide zien jullie dan ook. Ga daar later nog maar eens een keer naar terug. Want daar heb ik ook dat opgenomen welke delen van de website voor welk leerplandoel kunnen worden ingezet. Ik denk dat het duidelijk is dat dat voor een heel aantal leerplandoelen kan gedaan worden. En na afloop kijk er nog maar eens een keertje naar terug van wat je allemaal zou kunnen gebruiken daarvoor. Maar ik geef nu het woord graag aan Eva. Ja, als laatste pakket willen we jullie nog graag de roadmap cyberpesten tonen. Dus ook een van de vele agressievormen waar Stijn ook een heel online aanbod met conflicthelden.be rond heeft. Dus de roadmap cyberpesten is eigenlijk specifiek ontwikkeld in het kader van een overheidsproject een aantal jaren geleden. Om scholen en leerkrachten eigenlijk te gaan ondersteunen in een schoolbrede aanpak van pesten en cyberpesten. En gidst leerkrachten, bij wijze van spreken, echt doorheen het schoollandschap met concrete tips en handvaten om het thema, de problematiek inzichten te hebben, maar biedt ook concrete handvaten, werkvormen die ook aanvullend op conflicthelden.be kunnen worden gehanteerd om hier met de klas en met de leerlingen aan de slag te gaan. Op de volgende slide zie je dat de roadmap eigenlijk bestaat uit een tweedelige gids. Het eerste deel biedt eigenlijk een beetje achtergrondinformatie met betrekking tot pesten, cyberpesten, zoals de spelende dynamieken en de diverse vormen van cyberpesten. En het tweede is eigenlijk een concrete vertaling naar de praktijk. En bevat eigenlijk een heel concreet plan van aanpak om effectief met al het materiaal dat geïnventariseerd is in de roadmap aan de slag te gaan in een klas-schoolklimaat op individueel niveau met inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Hierbij wordt eigenlijk gefocust op drie verschillende niveaus, namelijk schoolwelbevinden, preventie en curatie. Want aanpak van pesten moet integraal en geïntegreerd verlopen. Dus dat betekent dat er eigenlijk een soort samenspel is van acties op zowel school, leerkracht, leerling, maar ook ouderniveau. Dus in de roadmap staan eigenlijk dus verschillende acties, maatregelen, activiteiten die je als leerkracht kan nemen op die drie niveaus. En ook met het oog op die verschillende doelgroepen. Het zijn eigenlijk vooral acties op preventieniveau die gelinkt kunnen worden aan de leerplandoelstellingen. Dat zijn eigenlijk acties die als doel hebben de draagkracht en competenties van leerlingen te versterken. Maar ook als doel om pesten echt als problematiek aan te pakken. Ook bijvoorbeeld door in te zetten op die online weerbaarheid en gebruik te maken van informatieve spelen in zaken pesten. Zoals Veerle eerder al aangaf, het antipestplan. Maar ook wat Stijn aangaf, waar conflicthelden ook op inzet, is leerplandoel 8.
In een roadmap hebben we eigenlijk een inventarisatie gemaakt van bestaande lessenpakketten. Dus het is geen nieuwe methodiek of werkvorm die we ontwikkeld hebben, maar wel een heel mooi en overzichtelijk overzicht van bestaande lessenpakketten tot verschillende thema's zoals beste weerbaarheid, relationeel en seksueel gedrag, die eigenlijk mooi gestructureerd staan volgens thema, doelstellingen, leeftijd, werkwijze en dus ook wel gemakkelijk te gebruiken zijn als leerkracht. De roadmap is gratis beschikbaar. We bieden hier ook opleidingen op maat aan voor het werkveld, voor leerkrachten, professionals die hiermee aan de slag willen gaan. En ook hier worden deze pakketten, net zoals de andere, ook weer op de website gezet met de link naar de leerplandoelstellingen. Ik kijk ook even naar de timing, waar we interactief gestart zijn met Forum Theater door Inge en Hanne. Laat ik mijn collega Inge onze interactieve afsluiter ook doen. Inge, ik denk dat ik de vraag stelde. Hè. Dus jullie hebben heel wat methodieken en dingen over u heen gekregen, een hele soep. En nu is de vraag, ik ga eens naar jouw chat en klik daar op een gifje of een sticker die weergeeft wat dat jij nu voelt. En stuur dat dan door in de chat. Ja, om het ook eens op een non-verbale manier te doen. Allee, dat zijn we al aan het doen, maar terug de interactie. Ik ga alvast iets proberen, Hanne. Voilà. Ja, je kan dus echt in de chat op het knopje GIF of sticker duwen voor nog een hele grote bibliotheek aan gekke beeldjes en toffe animaties. Er komt al heel wat binnen, zie ik. Veel lachende gezichtjes, dat doet ons al plezier. Ja. Mooi, ik zie dat jullie de gifjes goed zijn aan het vinden. Ik zie er een paar in hun haar wrijven van op afstand. Ik zie dat Lien zegt, ik vind geen gif of sticker. Normaal gezien, als je in de chat zit, ziet jij een potloodje, dan je smiley en dan staat er gif. Maar misschien is het een andere versie van Teams, dan zou dat kunnen, ja. Oké, super. Goed, collega's. Ik denk dat ik de eer en het genoegen heb om dan de afronding te doen. Perfect getimed om 15 uur, maar we willen zeker dadelijk nog tijd nemen om vragen op te lossen, vragen te beantwoorden, jullie nog verder te helpen. We willen jullie bedanken voor de aandacht op een woensdagnamiddag. Heel fijn dat er zoveel interesse was. We zijn benieuwd naar jullie feedback over het materiaal, over het onderzoek ook dat we gevoerd hebben. Die feedback mag nu komen, maar die mag ook de volgende dagen, weken komen via mail. Zoals collega Vera daar straks gezegd heeft, ons onderzoek is ook op de website mensensamenleving.ucll.be terug te vinden. En je mag rechtstreeks ook naar Katja, mijzelf en Veerle mailen als het over het eerste luikje van de presentatie gaat. En de collega's van Resilient People geven wel wat meer uitleg eventueel over het laatste deel van deze webinar. Wat gaan jullie van ons nog krijgen de komende dagen? Per mail sowieso een feedbackformulier, maar je kan dat nu ook al onmiddellijk invullen. Dat zal ons heel veel helpen naar volgende events toe. Dus als je gewoon de QR-code inscant, dan kan je daar onmiddellijk de feedback ingeven. Maar je gaat sowieso van ons ook nog een mailtje krijgen met de link naar dat feedbackformulier. En in dat mailtje gaat ook nog wat extra materiaal komen.
over conflicthelden en over de andere projecten die er zijn. En daar gaan we ook de PowerPoint en de ingesproken versie in opnemen, omdat we ook van een aantal mensen gehoord hebben dat ze er toch niet konden bij zijn vandaag. En daar gaan we dit allemaal aanbieden. Nu, de opgenomen versie moet eerst eventjes ergens geplaatst worden. Dus dat gaat tegen het einde van de week of begin volgende week zijn, wanneer dat we alle informatie gebundeld hebben. Dus ik zou nogmaals jullie willen bedanken voor jullie aandacht. We hopen wat feedback binnen te krijgen van jullie. En wij blijven met de collega's hier nog allemaal wel eventjes hangen om te antwoorden op jullie vragen die eventueel in de chat kunnen gesteld worden. Of die ook kunnen gesteld worden door gewoon je handje virtueel omhoog te steken. En dan gaan we ook graag met jullie in overleg daarover. Vragen misschien aan Veerle om de opname te stoppen. Dan kunnen misschien de vragen iets spontaan.